veel Turkse Nederlanders hals over kop naar Turkije vertrokken. Ja, stilzitten, dat is voor veel mensen geen optie. Als familie, vrienden en bekenden het zo moeilijk hebben in getroffen gebied, geeft natuurlijk een gevoel van machteloosheid. Een inzamelingsactie kan natuurlijk. Maar er gaan ook mensen op de Bonnefoy richting Turkije om bij bekenden langs te gaan en daar te helpen. Hulporganisaties die raden dat wel af. Maar toch zijn er genoeg mensen die kosten wat kost willen helpen. Ter plekke ook. Dat geldt ook voor Özlem Bulgan. Heel veel mensen krijgen hulp van her en der. Als het gaat om kleding, als het gaat om babyspullen. Maar wat het tekort is, voedsel, houdbaar voedsel. En ik heb me ook laten vertellen, laten informeren dat de hulp die er nu is, is natuurlijk heel belangrijk. Maar wie gaat over 3 maanden helpen met de heropbouw, wederopbouw van deze stad, van deze steden, van deze gebouwen? Mensen hebben geen plek om naartoe te gaan. Er is een tekort aan tenten, er is een tekort aan slaapplekken. En deze stad, Pazarcık, is zowat leeg. Het is onbewoond. Wij worden zelfs af en toe gewaarschuwd om niet te rijden in smalle steegjes. Ja, mooi om te zien natuurlijk dat deze mensen daar naartoe willen om te helpen. Toch, hulporganisaties raden ook wel echt af om die kant op te gaan. Thea, u bent hoogleraar humanitaire hulp. Waarom is dat? Nou, het is natuurlijk op de eerste plaats heel begrijpelijk, hè, dat mensen er naartoe willen gaan. Maar je krijgt natuurlijk toch een issue. Want die mensen die nu dakloos zijn, die moeten allemaal ondergebracht worden in hotels. Nou, als daar nu heel veel mensen van hier naartoe gaan en die hebben ook weer een hotel nodig, of die huren een auto. Ja, alle middelen die zij gebruiken om rond te gaan, om onderdak te hebben voor zichzelf, kan je van zeggen dat zou, als dat massaal gebeurt, als dat er een paar zijn, is natuurlijk geen probleem. Nee. Maar stel je voor dat dat massaal gebeurt, dan krijg je toch de vraag van, beginnen ze niet een beetje in de weg te lopen en beginnen ze niet te veel ruimte te nemen die eigenlijk ook gebruikt kan worden om slachtoffers op te vangen? Helder. Jill, de koning heeft zijn